Moet je loslopen of los joggen in je cooldown? Of zijn er andere zaken die je in je cooldown kan gaan doen na het uitvoeren van je looptraining? Want er worden heel veel claims gemaakt over het nut van een cooldown en welke oefeningen of zaken je al dan niet in je cooldown moet gaan uitvoeren om er zo voor te zorgen dat je herstel zal bevorderen en je prestatie zal optimaliseren. In deze video gaan we na wat het effect is van een actieve cooldown, dat wil zeggen loslopen of los joggen, en of het nuttig is om in de cooldown te steken na je looptraining of eigenlijk eender welke andere training. Hey team, welkom terug op ons kanaal. Ben je nieuw hier? Mijn naam is Koen. En hier bij Fitfix proberen we jou veel gestelde vragen rond fitheid en gezondheid te beantwoorden. Maar we geven geregeld ook workouts en oefeningen mee. Dus is dit iets waarvan jij heel graag op de hoogte wilt blijven, abonneer je dan zeker en vast hieronder op ons kanaal, klik op dat bellicoontje en zo mis je geen enkele video. Voor we gaan bepalen of loslopen of losjoggen nu nuttig is als cooldown of niet, en wat je dan nu juist wel moet gaan doen moest het antwoord op de vraag nee zijn, moeten we eerst gaan bepalen wat we nu juist verstaan onder een cooldown en wat we ermee specifiek willen gaan bereiken. Er zijn twee manieren waarop je je cooldown kan gaan doen. Actief of passief. Een actieve cooldown, wel dat kent iedereen. Dat is wanneer je na het kerngedeelte van je training voor een korte duur, 5 tot 15 minuten, aan een lage tot middelmatige intensiteit een inspanning gaat uitvoeren. Meestal is het gewoon rustig joggen of uitlopen, zoals wel eens wordt gezegd. Maar je zou je ook gewoon voor een korte duur even op de fiets kunnen zetten en wat rustig uitbollen. Zolang het maar een inspanning is aan een lage tot middelmatige intensiteit, valt het onder die actieve cooldown. Daarnaast is er dan de passieve cooldown. Dit is wanneer je geen actieve inspanning levert na het kerngedeelte van je training. Onder deze noemer valt bijvoorbeeld foamrollen, het dragen van compressiekledij na je inspanning, sportmassage of het gebruik van een massagegun, maar ook statisch stretchen of naar de sauna gaan valt onder die noemer van een passieve cooldown. Een passieve cooldown is dus echt een verzamelterm voor heel veel verschillende soorten passieve activiteiten die je in een cooldown kan gaan uitvoeren. Nu omdat dit heel uiteenlopende activiteiten zijn en statisch stretchen bijvoorbeeld een heel ander werkingsmechanisme heeft dan bijvoorbeeld het nemen van een ijsbad of sportmassage, is het onmogelijk om over het algemene effect van een passieve cooldown te gaan spreken en is het veel belangrijker om elk van die activiteiten afzonderlijk te gaan bekijken naar hun effect toe. Oké, okay, dat zijn de manieren waarop je een cooldown kan gaan uitvoeren, maar dan rest de vraag nog, is het nuttig om te doen? Want er worden heel veel dingen gezegd op de sportclub of in het fitnesscentrum waar je naartoe gaat, maar wat is er nu echt wetenschappelijk bewezen? Een cooldown zou je herstel verbeteren, het zou je prestatie gaan optimaliseren, het zou blessuren preventief werken, het zou je slaap en je humeur gaan verbeteren, het zou je immuunsysteem een boost geven, maar ook je range of motion zou verbeterd zijn na het uitvoeren van een cooldown. Nu, niet elk van die beweringen is even wetenschappelijk onderbouwd, zoals je misschien ook al wel had verwacht, maar welke beweringen dan wel bewezen zijn en welke niet, dat gaan we nu overlopen. Eerst en vooral de verbetering van je prestatie. Wanneer de duur tussen twee competities relatief kort is, 10 tot 20 minuten tussen je eerste en je tweede, Tweede prestatie. Dan kan een actieve cooldown een prestatiebevordering met zich meebrengen. Is de duur tussen je twee competities echter wat langer, meer dan vier uur, dan kan die actieve cooldown een negatief effect gaan hebben op je prestatie. Let op, ik zeg wel expliciet kan, want hier is niet extreem veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en er is dus ook niet heel veel wetenschappelijke evidentie dat het wel degelijk je prestatie negatief zal beïnvloeden. De kans bestaat zeker, maar het is niet met 100% zekerheid te zeggen dat het. Effectief zo zal zijn. Maar dat is dus als je twee prestaties op dezelfde dag moet leveren. Wat dan als je de dag na je eerste competitie opnieuw een prestatie moet gaan leveren? Heeft een cooldown of een actieve cooldown daar een effect op? Wel, daar heeft de wetenschap momenteel geen antwoord op. Van alle research die tot nu toe gebeurd is, zijn de resultaten zo uiteenlopend dat ze elkaar gewoon continu tegenspreken. Dat loslopen of een andere manier van een actieve cooldown je prestatie verbetert is dus helemaal nog niet wetenschappelijk bewezen. Wat raad ik dan aan dat je doet om je prestatie te verbeteren door middel van een cooldown? Heb je twee competities kort of relatief kort na elkaar? Doe dan vooral waar je je goed bij voelt. Wil je die actieve cooldown gaan doen, doe dat dan zeker. De kans is even groot dat het je prestatie positief als negatief zal gaan beïnvloeden, maar als je er al positief tegenover staat, is de kans al groter dat het ook wel degelijk je prestatie positief zal gaan beïnvloeden heb je geen zin of wil je het risico niet nemen om die actieve cooldown te gaan uitvoeren, doe dat dan ook zeker niet. Er is nog altijd die passieve cooldown methodes waar ik het daarnet over had. Want daar is wel al wat meer evidentie voor te vinden dat het je prestatie zal gaan optimaliseren, als ook dat het je herstel zal gaan verbeteren. Let wel op, zoals ik daarnet al zei, zijn er heel veel verschillende activiteiten die je kan gaan uitvoeren in je passieve cooldown. En elk van hen heeft ook een ander werkingsmechanisme waardoor we ze dus niet kunnen gaan groeperen onder die term van passieve cooldown om ze dan zo te gaan bestuderen. Maar we moeten ze echt elk activiteit per activiteit gaan bestuderen naar hun effecten toe. Nu, we gaan dit hier in deze video niet verder bespreken, die passieve cooldown methodes, maar wil je hier wel meer over weten, dan kan je hieronder in de beschrijving van de video een andere video terugvinden waarin we wel die passieve cooldown methodes gaan bespreken en met elkaar gaan vergelijken. Dus wil je daar meer over weten, bekijk die video zeker nadat je deze video hebt uitgekeken. Maar door naar het volgende. Want je hebt me daarnet al horen zeggen dat die passieve cooldown methodes een positief effect kunnen hebben op je herstel. Maar hoe zit het dan nu net met die actieve cooldown? Wel, er is bewezen dat een actieve cooldown ervoor zorgt dat je bloedlactaat, dat wordt opgebouwd tijdens een zware inspanning, sneller zal worden afgebroken. Hiernaast zorgt een actieve cooldown ook voor een sneller herstel van je pH-waarde van je lichaam naar de originele waarde. Dus als je een zware intervaltraining hebt afgewerkt en de verzuring zit echt tot achter je oren, dan is het echt nuttig en aangeraden om los te lopen of los te joggen na je training om zo je herstel te gaan bevorderen. Door naar het volgende: spierpijn en spierstijfheid. Heeft een actieve cooldown-effect op de hoeveelheid spierpijn en spierstijfheid die je normaal gezien na een training zou gaan voelen? Wel kort door de bocht: nee. Er zijn echter wel een paar studies die een positief effect vinden, maar het overgrote merendeel van alle studies die gebeurd zijn, vindt geen effect van een actieve cooldown op de hoeveelheid spierpijn of spierstijfheid die je zal gaan voelen. Dus hoewel een actieve cooldown zeker geen negatief effect zal hebben op je spierpijn en spierstijfheid, is het misschien veel nuttiger om die tijd te gebruiken voor een passieve cooldown. Want er zijn een aantal passieve cooldown-methodes, zoals bijvoorbeeld sportmassage of foamrollen, die er wel voor kunnen gaan zorgen dat je spierpijn en spierstijfheid zullen gaan verminderen. Dan blijven er enkel nog maar een paar andere, iets minder vaak gemaakte claims over. Wat is het effect van een actieve cooldown op je hormonaal herstel, je psychologisch herstel, je bewegingsbereik of range of motion genoemd en als laatste je blessurerisico? Wel, er is geen effect. Het overgrote merendeel van alle onderzoeken die gebeurd zijn, vindt geen significant effect van een actieve cooldown op de hiervoor genoemde parameters. Er is dus helemaal geen bewijs dat een actieve cooldown je hormonaal herstel, je psychologisch herstel, je range of motion of je blessure risico in de positieve zin zou gaan beïnvloeden. Dus samenvattend, een actieve cooldown kan enorm nuttig zijn na een zware verzuringstraining om het bloedlactaat dat is opgebouwd te elimineren en zo je herstel te gaan bevorderen. Voor alle andere zaken waarvoor een actieve cooldown soms gebruikt wordt, heeft de wetenschap amper tot geen bewijs gevonden. Dus in het grote merendeel van de situaties ben je veel beter af met een passieve cooldown in de plaats van een actieve cooldown waarbij je gaat loslopen of los joggen. Ik laat mijn PT-klanten of mijn atleten amper tot nooit loslopen. Ik grijp ook zelf veel vaker terug naar die passieve cooldown-methodes. Dus ga ook steeds voor jezelf na wat voor specifieke training je net hebt en welke cooldown nu het nuttigst is om na die training uit te voeren. Heb je iets bijgeleerd? Vond je dit een leuke video? Klik zeker en vast op die thumbs-up-knop. Heb je nog een vraag? Stel die dan ook zeker en vast hieronder in de comments sectie. We beantwoorden die altijd zo snel mogelijk. Wil je dan als laatste nog op de hoogte blijven van alle nieuwe video's die gaan uitkomen, klik zeker en vast op die witte bal hier naast mij met ons logo. Daar kan je abonneren en zo mis je geen enkele video. Ik zie jou terug volgende keer in een van die nieuwe video's. Bye bye!